Als een gedaagde in een procedure niet verschijnt, verleent de rechter in beginsel verstek tegen deze gedaagde. De rechter wijst de tegen deze gedaagde ingestelde vordering vervolgens toe, tenzij die vordering hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Dit volgt uit artikel 139 rechtsvordering. En dat geldt ook in het geval waarin de vordering wordt ingesteld tegen meerdere gedaagden die niet allemaal verschijnen. Het kan dan zijn dat de gedaagde die wel is verschenen een verweer voert op grond waarvan de tegen hem ingestelde vordering wordt afgewezen. De rechter zal de vordering die is ingesteld tegen de gedaagde die niet is verschenen dan echter niet ook op die grond mogen afwijzen. Het verweer dat door de verschenen gedaagde is gevoerd strekt namelijk in beginsel niet ten gunste van de gedaagde die niet is verschenen. Ten aanzien van de tegen de niet verschenen gedaagde ingestelde vordering zal de rechter dus steeds moeten beoordelen of de vordering hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Artikel 139 rechtsvordering is ook van toepassing in hoger beroep. Maar daar is niet alles mee gezegd. De Hoge Raad heeft in dit arrest namelijk uitgelegd dat de werking van artikel 139 rechtsvordering in hoger beroep niet steeds dezelfde is als in eerste aanleg. In hoger beroep moet de in eerste aanleg gewezen uitspraak namelijk tot uitgangspunt worden genomen. En het Hof moet in hoger beroep dan ook eerst nagaan of de appellant met succes is opgekomen tegen de in eerste aanleg gewezen uitspraak. Als dat niet het geval is, dan blijft die uitspraak in stand. En dit geldt dus ook als de geïntimeerde in het hoger beroep niet is verschenen. Als de appellant wel met succes is opgekomen tegen de door de rechtbank gedane uitspraak, betekent dat echter niet dat de vordering van de appellant dus moet worden toegewezen. Ook niet als de geïntimeerde in hoger beroep niet is verschenen. Het Hof moet dan namelijk het verweer dat in eerste aanleg door de geïntimeerde is gevoerd bij de beoordeling betrekken. En dat volgt uit de zogeheten devolutieve werking van het hoger beroep. In deze zaak heeft het Hof dit miskend. Het Hof heeft ten aanzien van een geïntimeerde die in hoger beroep niet was verschenen, namelijk alleen beoordeeld of de tegen die partij ingestelde vordering onrechtmatig of ongegrond voorkwam. Het Hof heeft echter niet vastgesteld dat de appellant met succes was opgekomen tegen de in eerste aanleg gewezen uitspraak waarin de vordering was afgewezen. En ook heeft het Hof het verweer dat door de in hoger beroep niet verschenen geïntimeerde in eerste aanleg was gevoerd niet bij de beoordeling betrokken. En het cassatieberoep slaagt dan ook. De Hoge Raad doet de zaak vervolgens zelf af en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.